Dit is Ping He. Ze is op zoek naar een nieuwe geur. Een geur die haar mogelijk helpt de wereld te veroveren. Te beginnen met uw huiskamer. Little atelier. This is where I show my clients some samples and they can order. Haar bedrijf is nog klein, maar haar klanten komen al uit binnen- en buitenland. Haar naamste product: sojakaarsen met zelfontwikkelde geur, waarvoor de inspiratie dicht bij haar ligt. I don't like stink fragrance because they use a lot of synthetic. I like to have a natural or authentic. And also in older time my father grows soya in the field and I just really liked the freedom, you know, running in the field and the blue sky, and I want to bring this kind of feeling to people's living room, people's environments, and not a big chemical factory bring to your home. Ping He wordt geboren in China en blijkt al van jongs af aan een geboren ondernemer. Op jonge leeftijd heeft ze al 3 kledingzaken in Shanghai. Maar China is te klein voor haar. Ze wil zich verder ontwikkelen door een studie in het buitenland. Nederland blijkt een onweerstaanbare aantrekkingskracht op haar te hebben. It's like, yeah, it's related to freedom and a lot of blue skies and it's really nice people to talk to. It's like, yeah, it's a could be interesting country to go. Ping maakt razendsnel contact en ze ontmoet haar latere Nederlandse man. Als ze afstudeert als bedrijfskundige, longt het grote bedrijfsleven. Maar dat trekt haar totaal niet aan. Why should I work for a corporate and I can work on my own? Even though difficult, but I think I will manage it and I want to be creative. Dus Ping begint met het ontwikkelen van haar eigen product. Ze gaat voor echt en ambachtelijk, maar dat blijkt voor haar moeilijk te verkopen. Most of Dutch people related Chinese as bad quality mass production. So it's very difficult to go in this like higher end segment. Maar Ping accepteert geen nee. Ze loopt gewoon bij mensen binnen en weet zo een voet aan de grond te krijgen bij de Amsterdamse middenstand. Het komt niet zo vaak voor dat mensen die zelf kaarsen maken naar binnen stappen op de Bonnefoy, terwijl ze uit China komen en dan proberen om bij wildvreemde mensen kaarsen te verkopen. Dat is voor haar natuurlijk wel een hele grote stap geweest, denk ik. En zo is er het begin van het door haar geambieerde imperium. Wat niet alleen uit kaarsen, maar uit allerlei zelfontworpen lifestyle producten moet gaan bestaan. Ideeën genoeg. So ceramic, maybe I'll make ceramic out of it or make the pattern for the future textile. I don't know yet, but I have so many ideas I want to create. Volledig leven van Ping Living doet ze nog niet. Ze helpt Nederlandse bedrijven ook zaken doen met China, zoals hier op de bloemenveiling. Maar de ambitie is om van Ping Living iets groots te maken. En iedereen die haar kent of met haar werkt, weet het zeker. Ping is iemand om in de gaten te houden. Ik vraag me wel eens af, mijn dag houdt wel eens een keer op, maar bij Ping gaat het altijd maar door. Ping is echt super ambitieus en dat zie ik omdat ze gewoon echt elke dag opstaat. Meteen achter de laptop springt. Ja, soms moet ik gewoon tegen haar zeggen van hey, even 5 minuten pauze, want anders wordt het een beetje te veel. Altijd is op zoek naar nieuwe mogelijkheden. Ze wil altijd overleggen met wat ze nou moet gaan doen en of de geurtjes lekker zijn en of wij het goed vinden. Ja, het proberen het beste te maken wat ze kan. Het is alles samen. Het is de spontaniteit die ze heeft. Het is het door willen gaan met iets. Het is ergens in vastbijten. Het is het niet nee accepteren. Het is alles samen. Het is het hele pakket. Do you consider yourself a success? Financially, I'm not a success because I don't have huge office with a lot of employees. In this sense, I'm not success. But I'm success as a learning. I'm doing all the creative things from scratch. And I'm now managed to have a few different lines and getting bigger. And in this sense, I'm successful. And I know that I'll get better and better every year. And where will you be in, let's say, 5 or 10 years? What are you hoping for? 5 and 10 years, I want to have a shop. Start from that shop called the Maison de Ping.
and always my lifestyle creations. And maybe it will be New York, Shanghai, Tokyo one day. And that's what I'm looking forward to, 5 to 10 years. Good luck.